Het laatste woord van Daisy Bouterse, hoofdverdachte in de decembermoordenrechtszaak, was in vele opzichten een klap in het gezicht van de nabestaanden. Dit stelt jurist Hugo Esset in gesprek met de redactie. De jurist merkt op alle begrip te hebben voor de opstelling van de verwanten van degene die op 8 december 1982 zijn vermoord. Tijdens de laatste zitting op maandag 31 juli zijn de nabestaanden boos weggelopen toen Bouterse het woord voerde. Maar dat was eigenlijk niet even het hoofdpunt, dat waren we gewend. Maar wat gestoord heeft is dat hij letterlijk niets over 8 december, wat in het Fortselandia gebeurd is. En daar zijn de mensen voor gekomen, om te horen van wie heeft precies op welk moment wat gedaan. Het staat vast dat de mensen zijn vermoord in het fort. Maar hoe is het van minuut tot minuut gegaan? Daar hoopte men enige indicatie van te krijgen. De nabestaanden die weggelopen zijn, hebben een hele tijd geluisterd. Want meneer Bouterse is langer dan een uur volgens mij bezig geweest. Maar op een gegeven moment krijg je daar genoeg van. En ik heb daar alle begrip voor die grote mate van teleurstelling bij die nabestaanden. Dat ze gezegd hebben, ja, we gaan dit niet langer aanhoren. Dit is een belediging. Esset merkt verder op dat de verdediging zich voorbereidt op het einde van de zaak. Het recht leert dat de verwachting is dat de uitspraak voor eind van dit jaar nog een feit is. Als het eindelijk zover komt dat het strafproces wordt afgesloten, is het denk ik ook een beginpunt voor de Republiek Suriname om te reflecteren, om naar binnen te kijken en conclusies te trekken over hoe het in de toekomst zal moeten en vooral niet zal moeten. Ja. En ik denk dat in die zin het lange wachten, de verschrikkelijke lijdensweg, want zo mag je het gerust wel noemen, de lijdensweg die de nabestaanden hebben moeten doorstaan met alle aanvallen die op hun gericht zijn, zal het toch een goed moment zijn voor de Republiek Suriname, voor een nieuw begin met een grotere horizon. De kans op vrijspraak is volgens de verdediging bijna onmogelijk. Het eind van het proces wordt gezien als eerherstel en compensatie voor de nabestaanden, meent Esset. Voor de staat zal uitspraak in deze zaak duidelijk een doorbraak en teken zijn dat Suriname een rechtsstaat is.